In zijn Eid-el-Fitr-boodschap heeft minister Mike Nursalim van Binnenlandse Zaken het Surinaamse volk opgeroepen samen te werken aan de ontwikkeling van ons land. De dag van Eid-el-Fitr is een feestdag voor elke Surinamer, jong en oud, man en vrouw. En zoals wij samen dit feest vieren, moeten wij ook gezamenlijk zij aan zij werken aan de opbouw van ons Suriname. Dit zegt Nursalim. Het Eid-el-Fitr geldt als het einde van de vastenmaand Ramadan, gedurende welke de moslim zich 30 dagen heeft onthouden van spijs en drank. Behalve de materiële onthouding houdt het vasten ook een geestelijke onthouding in. Want bij het vasten dient de moslim zich meer dan normaliteit. Het geval is verre te houden van alle ondeugden zoals hooghartigheid, arrogantie, haat en jaloezie, zegt de bewindsman. Bij het vasten worden vastenden aangeleerd tolerant te zijn, verdraagzaamheid te tonen, respect te hebben voor anderen, liefde te koesteren voor alle schepselen, maar bovenal liefde voor de schepper. De vastende wordt bewust van de situatie van de minstbedeelden in de gemeenschap. In zijn ziel wordt oprechte solidariteit met de armen aangekweekt. Hij krijgt letterlijk en figuurlijk een training in onbaatzuchtig hulpvaardigheid en ware naaste liefde. Kijkers en luisteraars, de Ramadan is een trainingsperiode voor het verrichten van deugdzame daden, het uiten van liefdevolle en vredelievende woorden en het grondig reinigen van de innerlijke mens. Door het vasten worden eigenschappen als zelfcontrole, zelfbeheersing, geduld, doorzettingsvermogen en verdraagzaamheid naar een hoger niveau getild in de ziel van de vastende. En het zijn inderdaad deze eigenschappen die de mens nodig heeft om zijn doelen te bereiken en om succes te verwerven in zijn leven. De maand Ramadan is voor de moslim tevens een maand van bezinning. Het is het juiste moment voor de vastende om de eigen ik onder de loep te nemen. Indien nodig kan dan zelfcorrigerend worden opgetreden. De mens krijgt zodoende een goede gelegenheid om zich geestelijk verder te verheffen. Volgens de BISA-minister staat vasten in alle religieën bekend als een probaat middel voor deugdzaamheid en geestelijke verheffing. Het samenvasten bevordert namelijk de saamhorigheid en de solidariteit. Hierdoor kan de verscheidenheid aan culturen en geloofsovertuigingen juist een solide basis worden voor een krachtige ontwikkeling. Door verscheidenheid in achtergronden beschikt het Surinaams volk over een zeer grote potentie voor progressie. Desalniettemin moet niet uit het oog worden verloren dat volledige integratie van alle etniciteiten en religieuze groepen in Suriname een dringende vereiste is om tot een sterk volk te verworden. Hierbij behoeft er geen afbreuk gedaan te worden aan de eigen cultuur en geloofsovertuiging. Eengezindheid in samenwerken, respect en liefde voor elkaar zijn de basisingrediënten voor natievorming. Minister Mike Nursalim in zijn Eid-el-Fitr boodschap. Moslims over de hele wereld vieren sinds gisteren het Eid-el-Fitr feest dat het einde van de vastenmaand Ramadan markeert.